Mijn naam is Saskia van Asselt. Ik ben docent natuurkunde binnen de Hogeschool van Amsterdam. En ik geef natuurkunde zowel bij de opleiding Forensisch Onderzoek als bij de nieuwe opleiding Technische Natuurkunde. We zijn dus net begonnen met onze nieuwe opleiding Technische Natuurkunde. En die waren we dus aan het ontwikkelen in coronatijd. En toen moesten we natuurlijk bij alle andere opleidingen online lesgeven. En dat moest ik dus ook doen bij Forensisch. En toen merkte ik dat er best wel onderdelen van het programma waren die eigenlijk online misschien wel beter gaan dan fysiek. En dat zijn eigenlijk voornamelijk de onderdelen waar studenten kennis moeten verwerven. En daarvan merkte ik gewoon van, joh, dat kun je eigenlijk best wel goed ondersteunen met goede kennisclips. Dus gewoon korte filmpjes van ongeveer 6-7 minuten waarin je de stof uitlegt. Een reader of een boek erbij waarnaar je verwijst, zodat ze dat doorlezen. En als zij dat doen en dan pas naar school komen, dan heb je misschien een veel betere basis om je lessen te beginnen, omdat iedereen dan een bepaald startniveau heeft. Dus dat heb ik daar in het team neergelegd. Van joh, kunnen we niet de goede dingen van online onderwijs behouden en meenemen naar het straks weer fysieke onderwijs. Dus dat ontwikkelteam en ik zijn daarmee aan de slag gegaan. En nu hebben we dus eigenlijk bij Technische Natuurkunde ons hele onderwijs blended opgezet. En dat wil zeggen dat de studenten een voorbereiding thuis doen, online. Dan komen ze naar school, dan gaan wij echt met ze aan de slag, dus dan moeten ze echt werken. En dan gaan ze weer naar huis en dan doen ze het stukje verwerking, wat gewoon bij natuurkunde ook heel veel sommen maken is, of een practicumverslag of procesverslag voor project, dat soort dingen. Maar dat kan allemaal weer thuis. Je ziet dat heel veel studenten dat ook in groepjes op school doen, maar dat is alleen maar leuk. En vervolgens hebben we aan het eind van de week een digitale check met een leermiddelen of een leerdoelencheck waarin we checken of ze echt alle leerdoelen behaald hebben. En soms moeten ze ook digitaal dingen inleveren die we dan van feedback voorzien. Ik denk dat het voor de studenten oplevert dat ze veel meer regie over hun eigen leerproces kunnen nemen, omdat een heel stuk van de verwerking ze in eigen handen hebben. Zowel qua tijd als qua tempo. Ik denk dat een heel groot voordeel ook is dat je als docent gedwongen wordt om je hele curriculum heel goed neer te zetten. Dus je moet echt al over de hele periode weten waar begin ik en waar eindig ik. En dat staat dus ook allemaal online. Dus al die informatie is voor studenten heel gestructureerd online beschikbaar. En ik denk dat dat voor studenten ook heel fijn is. Uitdagingen zijn denk ik vooral dat je het als het gehele team moet doen. Dus je moet heel erg op elkaar afstemmen wat gaan we doen en hoe gaan we het doen. En daar dan ook heel consequent in zijn. Wij hebben bij natuurkunde, elke Brightspace module is op dezelfde manier ingericht. Dus een student weet gewoon, bij elk vak moet ik daar klikken voor dat. Dus het hele idee van teamteaching, dat je met z'n allen zorg draagt op eenzelfde manier voor het onderwijs, dat is heel belangrijk. Mijn advies is vooral, zie het als iets leuks. Dus niet als iets wat moet, maar iets wat je onderwijs kan verrijken. En zorg dat je de tools goed onder de knie hebt. Dus zorg dat je weet wat Brightspace kan. Zorg dat je weet wat alle add-ins kunnen die erin zitten. En een ander advies wat ik heb is, zorg dat je echt de hele periode overziet. Dus weet waar je begint en weet waar je eindigt. Je kunt niet blended onderwijs maken van week tot week.